D3 zijn gearriveerd. Die gaan we dus configureren. Goed, we hebben er twee hebben we nu geconfigureerd. Eten het kabeltje erin, voeding erin. 9 draadjes uit de voeding, netjes hier op configureren. Er zitten 3 borden in, met allemaal 3 voedingen. En ik heb ze nu net aangezet en op een gegeven moment gaan ze een ongelofelijke teringherrie geven. Echt gewoon horen en zien vergaat je. Dus ze zijn nu een beetje aan het upbooten. En dat duurt gewoon 1 minuut of 2, 3. Dan gaat echt gewoon... Ja, wordt vreselijk. Ja, kijk. Nou, ik kan nu niet meer praten. Het is werkelijk gewoon gigantisch. Hier een enorme voeding. En dit is echt gewoon bizar. Dit kun je gewoon niet in je garage hebben. Dit is gewoon... Het datacentrum wordt hier helemaal gek van. Dus als je dat nou vergelijkt... Dat is echt gewoon... heerlijk in de olie. En nu zijn ze weer lekker rustig. En nu gaan ze echt gewoon opvoeren om op een gegeven moment te minen. Kijk, een mooi moment... We hebben hier gewoon, we hebben hier even contact. Kijk, je kunt hierin bladeren met je muis. Ze draaien. En hier zijn de eerste tevoorschijn. Oh, we hebben ze allemaal live. Ja, oh, ik mis twee. Dat zien we of we verdiend hebben. Tot nu toe. Oh, 32 cent. Heren, onze eerste 32 cent. Oh, 34 cent. Hey, 34, applaus. Hey! Pit in Ede. Even 50 miners installeren. 19 inch. Nou, de miners. Gisteravond tot 3 uur geconfigureerd. Inpluggen en crypto munten verdienen. Serverruimte 2D. Iris scanner. En dan kom je eigenlijk binnen bij de Bank of England. Jezus Mina. Wat is dit clean zeg. Geweldig. En hier is het dan heel cool. En dit zijn onze racks. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En die moeten dus binnenkort gaan draaien. Kijk, hier gaan ze, heren, die kant uit. De eerste 50 miners. Mijn chief mining officer, heb je al ervaring met dit soort datacentra? Zeker, Vincent. Regelmatig heel veel deze rekken ingericht en bekabeld. Oké, dus dat komt helemaal goed. Dus nu staan ze hier gewoon te wachten. Maar over 1 uur of 2 zullen ze gewoon lekker aan de gang gaan. Giga UPS. Stabiliteit 9999 hier. Bit. Hoe groot is dat en wat is de achtergrond? Nou, wij zijn een datacenter. We werken met 35 mensen. Ons datacenter staat in het midden van Nederland, in Ede. Wij doen dit werk al 21 jaar, bijna 22. En ja, dat gaat noem eens wat klanten. Ja, noem eens wat klanten. De verzekeraars, banken, SDM.nl woont bij BIT. Ja. Nou ja, en Vincent Evers. Ja, en de miners en zo. Hè? Dus ja. Hadden jullie eerder miners? We hadden 1 rekje al met miners, maar... Nu loopt het in één keer heel erg hard. Ja, nu komen wij met 8 rekken binnen. Dus we gaan zo meteen laten zien. We zijn het nu installeren. En ja, dan vanmiddag moet alles draaien. Dan gaan we de cryptocurrencies vanuit Ede minen.